Ik denk redelijk, tot goed. Ik denk dat we de stijgende lijn te pakken hebben. En dan kijken wat wordt dit seizoen. Wat wordt spannend. Afgelopen weken zijn er twee toch wel redelijk bijzondere namen op het trainingsveld van RKC verschenen. Een zekere Gregory van der Wiel en een zekere Ferdinand Anita. Vertel daar eens iets over. Nou, ik denk als die jongens fit zijn. Ik heb Van der Wiel gezien, die ziet er aardig fit uit, alleen conditioneel nog niet. Ferdinand heb ik nog niet gezien. Maar ik denk dat als die fit zijn, dat er zeker aanwinsten zijn voor RKC. Ja. Toch opvallend, dat soort spelers met dat soort, zo'n cv, in Waalwijk terechtkomen. Waarom komen die uitgerekend naar RKC? Ik denk dat alle middelen die ze nodig hebben voor een speler, dat die daar zijn. Ze hebben heel goed geïnvesteerd in goed gras, een goede omgeving voor de spelers, zoals goede fysiotherapeuten, goede hersteltrainers. Dus ik denk dat heel belangrijk is voor de spelers, om daar dan te komen. Ja. Je noemt één aspect nog niet, Mohamed Allagh. Afgelopen zomer eigenlijk teruggekeerd bij RKC. Hoe belangrijk denk je dat hij is voor dit RKC? Ik denk dat Mo heel belangrijk is voor RKC. Gezien zijn status en het netwerk wat hij heeft in binnen- en buitenland. Maar hij heeft natuurlijk ook in het buitenland gewerkt, in Israël en dat soort dingen. Er loopt ook nou een jongen uit Israël die hij daarvan kent, loopt mee momenteel met RKC. Schijnt ook wel een aardige voetballer te zijn wat ik gezien heb op de beelden. Dus wat dat betreft denk ik dat Mo heel belangrijk is voor RKC als ondersteuning. Dat Frank daar minder tijd voor heeft en dus echt een technisch directeur nodig was bij RKC. Van der Wiel is binnen. Anita is binnen. Zei dat ze nog geen contract hebben. Ja. En wanneer komt Jan Vertonghen de buurtbus uit Waalwijk binnenstappen? Nee, denk jij dat Jan komt? Ik denk niet dat Jan komt hoor. Hij zal onderaan al weer een club hebben. Heb ik niet gevolgd eerlijk gezegd. Dus ik weet niet, denk niet dat Jan komt. Misschien dat er nog een andere komt. Ik weet het niet. Uit de Ajax hoek zou ik maar zeggen. Die andere twee komen uit Ajax 2008. Lamproe zat er een paar jaar geleden, 2014 uit mijn hoofd, dat Lamproe nog bij Ajax zat. Dus zit er natuurlijk ook nu. Die mag de strijd aangaan met Etienne of andersom. Wat dat gaat worden, zullen we ook zien. Ja, je zegt het eigenlijk zelf al. De keeperstrijd, die wordt pikant. Want Lamproe is natuurlijk een keeper met een zekere staat van dienst ook. Feyenoord, Ajax, Vitesse, Willem II. Wie gaat er eerst keeper worden bij RKC? Is dat Etienne Vaas of Lamproe? Dat durf ik niet te zeggen. Durf ik echt niet te zeggen. Wie is een betere keeper? Zeg jij het maar. Ik weet het niet. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik vind Lamproe een beetje klein. Maar qua ervaring zou je zeggen, zet Lamproe er neer. Als je wat wil gaan doen. Ik weet het echt niet. Nee. Als je dan de naam zo optelt, Lamproe. We hebben net over Van der Wiel gehad, over Anita, die dan mogelijk erbij komen. Het zijn toch behoorlijk wat spelers die je niet automatisch bij RKC zou verwachten. Nee, als je dan die laatste twee noemt, die hebben zichzelf aangemeld om mee te mogen trainen, om fit te worden. En dan wellicht voor RKC te gaan voetballen, want anders ga je hier niet mee trainen, denk ik. Nou, net zo goed gezegd, ik ga bij NAC mee trainen. Of ik ga bij Willem II mee trainen. Maar ja, goed, dat hebben ze niet gedaan. Ze willen bij RKC. Maar waarom liever bij RKC dan bij Willem II bijvoorbeeld? Ja, RKC heeft toch een naam uit de historie. In de tijd Martin Jol, Ruud Brood, toen kwamen die jongens ook al onbekend. En Ajax dumpte ze ook, zeg maar, daar vandaan om op te gaan leiden bij RKC. Gaat dan maar meters maken. Van Bronckhorst, bij Feyenoord vandaan. Dus hier naartoe gekomen om meters te maken, om beter te worden. Als jij net zegt, Jan Vertonghen. Heeft er ook gelopen. En noem ze maar op, zo zijn er nog veel meer. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. RKC heeft die naam. Komend seizoen, afgelopen seizoen, laten we eerlijk zijn, is RKC er met een groot gelukje natuurlijk ingebleven. Want anders, onder normale omstandigheden, waren ze gedegradeerd. Is RKC het komende seizoen weer gedoodverfde degradatiekandidaat nummer 1? Ik denk het niet. Gezien de middelen die ze hebben, ook van Frenkie de Jong, toen de tijd, 2 jaar geleden, dat het die verkocht werd aan Barcelona, daar hebben ze ook nog middelen. Ik weet niet of ze die in gaan zetten. Dus ik denk zelf, rechterrijtje bovenin, dat ze daarin mee moeten kunnen draaien. Als die twee fit worden die er nou bij zijn en wat er nog mannetje of 5 bij komt, moet dat lukken. Ik denk dat de kijkers wel opkijken nu. Rechterrijtje, Eredivisie bovenin, dat denken we bij clubs als Vitesse en Sparta, maar niet van RKC. Nou, Vitesse schat ik aan het linkerrijtje en Sparta net onderaan in het linkerrijtje en RKC rechterrijtje bovenin. Zoals ik positief ingesteld als RKC zijnde. Ja. Laatste vraag. Op hoeveel punten gaat RKC dit seizoen uitkomen? Even kijken. Je hebt er nodig ongeveer 4,35. Ik denk 40, 41. Daar houden we aan. Is goed. Prima. Graag zelfs. Wat drinken we erop?
flesje wijn als het niet lukt? Ja, dat kan je van mij krijgen. Geen probleem. Langstraat TV.